U zult zich afvragen, waar is Leslie vandaag nou weer? Want de villa op de achtergrond heeft natuurlijk een ontegenzeggelijk Gooise uitstraling. Daar zijn we vandaag alleen niet. We zijn in Goede Reede, fantastisch mooi gesitueerd, op 500 meter afstand van het strand, voor de rest alle faciliteiten nabij en natuurlijk deze prachtvilla. Een Eldorado, wat zeer royaal gelegen is op 3400 vierkante meter grond. U ziet hier een fantastische tuin, aangelegd door Martin Veldkamp. Dat is natuurlijk de meester op het gebied van tuinen. Ja, en wat een heerlijke tuin, hè? Natuurlijk genieten. De vogeltjes die u hoort is ook geen cd'tje, dat is allemaal echt. Voor de rest niet alleen deze royale tuin, maar ook een paar hele grote terrassen, een paar honderd vierkante meter bij elkaar wel. Ik neem u natuurlijk zo mee naar binnen, maar staat u mij toe nog eventjes te genieten van deze fantastische plek. En dan natuurlijk, los van die fantastische tuin, het strand, vlakbij. Dat wordt genieten als je hier woont. Deze villa is niet alleen aan de buitenzijde uitermate riant, maar zeker van binnen ook. Het vloeroppervlak in totaal is ongeveer 500 vierkante meter en we zijn nu in de living. Wat je hier dus kan zien, grote woonkamer, serre, de open haard vanzelfsprekend, en neem ik u nu mee naar de eetkamer. En dan hier, de woonkeuken. Net zo royaal als de rest van deze prachtige villa. En extra fijn, grenzend aan een van de heerlijke terrassen. En vanuit deze uiterst representatieve ontvangsthal gaan we naar de slaapvertrekken. In totaal hebben we 4 slaapkamers, 2 royale badkamers en een zeer, zeer royaal werkvertrek. En dan nu slaapkamer nummer 2. Wilt u nou ook nog de andere slaapkamers en natuurlijk badkamer nummer 2 zien? Belt u ons dan op, dan laten we het u graag zien bij een bezichtiging. En boven deze slaapverdieping is nog een immens grote zolder, ook weer met daglichttoetreding. Ja, en deze dubbele garage, u moet het me maar vergeven, maar die hebben we niet geheel voor u opgeruimd. Het mooiste wat erin staat is deze klassieke Morgan. Natuurlijk een weergaloos mooie bolide. Het slechte nieuws is, hij is niet bij de koop inbegrepen. Nou, en dit is dan de volwaardige onderverdieping onder heel de villa. Inmiddels zijn we in de herenkamer of het kantoor van de huidige eigenaar. Je ziet het, heel fraai, maritieme sfeer, vaste kastenwand met de trofeeën van de huidige eigenaar. Want dat is een succesvol wedstrijdzeiler. En dan verder nog op de benedenverdieping, links en rechts, een archiefruimte, technische ruimte, een toilet en een hele praktische bijkeuken. Mijn naam is Leslie de Ruiter en ik verkoop mooie huizen.